Zombie Apocalypse. Ben je al aan het filmen, man? Ja! Hey, batterij leeg. Nee. Aha, hoezo nou niet, man? Jij weet, hey, die camera moet... Hey, dag jongens en dag meisjes. Welkom in nee, onze... Nee, alsjeblieft niet zo intro doen. Andere intro, alsjeblieft. Hey, hallo. Dag jongens en meisjes. Nee, man. Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe video. Hey. Ja. Zo? Ja. Geen Hollands accent. Even. Geen Hollands accent. Nee, geen Hollands accent. Geen Hollands accent. Gewoon normaal praat, man. Tegen die bakste, tegen die camera, you know. No, you know. Oké. Okay. You know, you know, you know. Welkom in ons... in onze challenge. In onze challenge. We gaan vandaag iets moois doen. We gaan vandaag iets tekenen. Ja, het is de bedoeling. We gaan mijn dochter en ik gaan iets moois tekenen. En dat is dit. Mario. Mario, Mario. En jullie mogen dan zelf kiezen wie het mooiste heeft getekend. Hè? Hè? Gaan we dat doen? Ja. Dus wij hebben alle twee een blaren en we hebben alle twee... Deze werk ik. De hoofdrol Mario. We mogen ook wel kiezen hoe we die gaan tekenen natuurlijk, Mario. We mogen ook onze laptop gebruiken, we mogen ook glas gebruiken. Het is gewoon de bedoeling om het een beetje na te tekenen. Deze mogen we ook gebruiken. En dan mogen jullie liken, stemmen, reacties schrijven. Mijn hoofd zit niet in de camera, zit niet in het beeld. Mijn hoofd zit niet in het beeld. Oké, okay, we gaan het doen. Ja, we gaan het doen. Ga je beginnen of niet? Oké, ik zit er al. Ik kan het niet zien, ik kan het niet zien. Kom onder de hoek. Oh, dat is niet iets beters. We gaan het proberen. Zak maar even voort. Moet even voortzappen naar iets anders. We komen dan ze biedt even terug om te kijken, hè? Doe. Dat is jouw idee om mij heel te tekenen. Kom maar, stift tekenen. We hebben niet allemaal kleurtjes. Maar dat werkt wel. Geen enkel ervan. Ah, ja. Die werkt geen enkel van, ja. Dit is het altijd de enige goede zwaar. De enige goede, ja, dat is toch een goede zwaar. Ik teken het niet. Wat is het gezwaard met die? Wat is dat nu, man? Pak hem eens. Pak gewoon anders grijs of zo. Of een andere kleur. Ja. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zo, ja, we gaan ze witte wel even laten zien hoe ver dat we staan, hè. Ik ben aan bezig aan het oog. Oh, kijk. Oh, dat is leuk, hè. Oh, kijk eens. Kijk. En we gaan van... Kijk. Oh, al die kleurtjes. Hoe leuk is dat? Hoe sta jij? Wat ga jij tekenen? Ja. Oh. Hola. Hola. Ja. Hola. 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 Ik sta nog maar zo weer. Amai, heel ver! Woe! Beetje sarcastisch. Oh, ja, dat mag altijd zijn, hè. Oké. Okay. Of gewoon even met een bik of zo. Want dat is ook we gaan zwart. Dat eventjes zo doen, hè. We gaan dat eventjes zo. Druk je dat een beetje naar beneden, kijk zo. Live focus. Zie je mij? Ja, zie je mijn vingers? In je wenkbrauwen. Zie je mijn vingers? Zie je mijn vingers? Je moet zwart hebben, alstublieft. Nee, dat moet wel.
Nee, dat heb ik al gehad, dat is waar. I am going to start. Ik kan weg, ik kan iets donkerder pakken. Iets donkerder. Wacht, ik kan met deze doen. Dan kun je nog die maat iets anders doen. Dus kindjes, of degenen die aan het kijken zijn, ja, of degenen die aan het kijken zijn, dat is de bedoeling natuurlijk, dat wij een mooie versie tekenen van, kijk, Mario Bros. En dat je nadien dan mag beslissen, de kijkers thuis, de welke heeft gewonnen natuurlijk. Wij gaan van gemakkelijk. Je mag. Simpel, wij kunnen helemaal niet tekenen. Hè? Het is niet de bedoeling dat je kan zeggen, oh, dat is niet mooi. Ja, zeg, dat weten wij ook dat dat niet mooi is. Maar het is de bedoeling dat wij gewoon proberen maar te tekenen. Leuk. Bezigheden. Het kan zijn dat het voor mij mislukt. Het kan zijn dat het mislukt. En dan... dat geeft niks, hè. Dat is gewoon... Het moeilijkste deel vind ik al de wenkbrauwen, maar die staan zo op. Maar het kan zijn dat dat ook wel lukt, snap je? En dat mag je natuurlijk ook wel laten zien of laten horen. Dan mag je op het zitten in de commentaar natuurlijk van, oh wauw, dat is wel goed gelukt of dat is slecht gelukt. Dat mag altijd, hè? Ja. Jezus man. Je hebt dan voor het. Ja, ik heb Mario. Ja, ik heb Mario. Ja, maar ik kan het eigenlijk wel beter, maar. We gaan gewoon niet echt. We zijn geen professioneel. Hè. Nee, zeg maar, dat is een wat is dat? Oh, ik heb geen plaats om aan de mond te tekenen. Zo, het is de bedoeling natuurlijk. Nee, dat voor mij zit er echt in. Wow, joh. Dat mij zit er goed uit. Ja, prachtig. Ja, dit is mijn versie van Mario Bros. En dat is van de Tess. Mario Bros. En de dochter. Even kijken. Oh, mooi, hè? Ja. Prachtig. Ja, en je kijkt nog altijd naar de teken-challenge van Mario vandaag met Peter en Eline. En dan mag jij natuurlijk zelf beslissen welke Mario het mooiste is. We gaan proberen om het zo te doen, om toch nog een beetje een beeld in te krijgen van mij. Ja, kijk, oh, stop dat de camera niet omvalt. Ja, sorry voor mijn... Oei, ik heb mijn krupper niet. Ik weet niet meer welke... Dan moet ik weer eventjes kijken. Wij kunnen helemaal niet tekenen, hè. Het is gewoon de bedoeling om fun te hebben. En natuurlijk, de mooiste Mario mag jij kiezen. Ik ben natuurlijk opnieuw begonnen. Ben je natuurlijk opnieuw begonnen? Kijk hoe je nou. Ja, ja. We gaan proberen om... En nu heeft Mario van mij een klok mee. God. Hebben jullie dat ook thuis? Zo'n heleboel stiften die niet werken of die echt... Wat zijn die met deze aan het kleuren? Of die gewoon niet echt leuk zijn. Met deze? Oh, dat kan wel. Nee, wat met deze aan het tekenen? Ja. Ja, we doen het gewoon verder zo. Als de camera wat beweegt, als het beeld wat beweegt, sorry, dan is mijn arm die... We moeten natuurlijk mooi. Ah, oh my god.
Kijk hoe ver dat zijn ogen uiteen staan. Ik ga nog één keertje opnieuw beginnen. Eén keertje. Dan moet je de eerste pakken, hè? Nu ga ik deze pakken. Masker van Mario. Misschien is dat. Ja. Ja, voor degenen die nu pas kijken. We zijn een teken challenge aan het doen met Peter en Eline. En ja, het is nu altijd. Ja, we gaan zo altijd de teken challenge doen. Hè? Ja, hè? Ja, hè? Ja, hè? En. Dat gaat over ja, we hebben bepaalde onderwerpen. Kijk, vandaag tekenen we dus Mario, of natekenen. Andere keren kan dat weer iets anders zijn, maar ik ga eventjes zo doen. En zo. Ja, de schaduw ga ik er niet bij tekenen, want dat is hem toch een beetje te moeilijk. Hè. Dat zijn haar. En dan heb je hier nog een stuk van zijn oor, dat we duidelijk gaan tekenen, zo. Het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat er nog tekeningen gaan komen, maar die komen dan later wel. Want, we gaan natuurlijk ook niet alles filmen. Alhoewel, het is leuk om zo ons misschien bezig te horen. Hè? Om het bezig te zien. Even kijken. Oh, zwaar. Allee, man. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat niet mogelijk? Zwart werk niet. Ik kan die weggooien, hè. Kijk. Oh, ja, ik kan die weggooien, man. Nee. Oh. Ik zal dat even doen. Nee. Kom. Dat is ja. Nee, ja. Zwaar. Ja, nee. Ja, ja, nee. Ja, nee, ja. Nee. Ja. Nee. Yes. Dat is mooi. Dus jongens, deze ook leeg. Waarom gaat er zoveel zwart in? We gaan die... Ja. Ah, ja. Zwart. Zeer. Ja. Leuk, man. Leuk. Zo. Het zijn ogen. Dat is ook, ook zwart. Zwart en blauw. Hop. Zo. En dan lichtblauw. Ja. Die gaan we weg. Oh my god, Romein. Helemaal mislukt. Ja, la, la, la. Ah, en we hebben daar nog rood voor zijn klakje. Zijn pitje. Er staat wel een logo op, zo echt van boven een logo. Wacht, dan moeten we dat ook proberen aan te doen, hè, want anders is dat echt niet leuk. Hè. Maar dat is wel moeilijk. We kunnen dat beter dan. Tekenen. Normaal is dat in het rood. En dan... Ik heb een kruipel Mario getekend. Zo, hè? Ja, zo is het beter. Hè? Ja, de M van Mario. Dat moet er natuurlijk al wat bij staan. Voilà. Hoe ver sta jij? Ja, bijna klaar. Hij is een beetje uitgelopen. Ja, we doen het petje nog eventjes kleuren. Ik weet niet wat hij heeft. Oh, sick, dit is toch weer niet waar. Het maakt een zwolle dicht. Kindjes, wat doen jullie met bikken? Met stiften die je niet meer schrijven? Hier. Verzamelen we die allemaal? Alsjeblieft. Ja. Ja, mag ik eens kijken? Ja, dat is nog. De beste tot nu toe. Ik heb de dikste Mario ooit getekend. Ja, maar die is ook bijna op de deze. Oh, ja. Dus, ja, beste kijkers, we zijn nu bezig met de teken-challenge. De teken-challenge tussen Peter en tussen Eline. En dat gaat vandaag de onderwerp over Mario Bros. Mario Bros. Mario. 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 En het is de bedoeling natuurlijk dat jullie kunnen kiezen welke Mario jij het mooiste vindt.
Ik ga nog even pakken. We gaan eens even kijken naar de andere kant. Kijk hoe dik dat die is gewoon. Ah, die is toch ook mooi. Hey. Ja, maar hij is super dik. Hé, hey, ja. Het zal heel moeilijk worden. Het zal heel moeilijk worden. Echt wel. Moet mijn neus snijpen. Snijp. Moet mijn neus snijpen. Ja, een beetje thee drinken. Aha, oké. Hierboven was het eigenlijk ook wel een beetje... Echt, hè? Heb ik niet in deze gebruikt of in deze gebruikt? Kijk, hierboven. Dat is een beetje hierboven eigenlijk. Ja, dan maak ik het zo wat donker. Hè. Om de schaduw te krijgen, zo. En heb jij nou, is er nog ergens zwart? Alsjeblieft niet. Ah, dank u. Zwart, dan ga ik... Oh ja, hier zijn haar. Zijn haar is bruin, hè? Ja, zo wat donker bruin, echt. En zijn wenkbrauwen, dat zijn ook nog een beetje. Oh my god, dat is zo mislukt, man. Oh. Oh my, mijn buik. Ja, heb je dat gehoord, mijn buik? Ja. Ah, zo. Het is geel en dan moeten we alleen nog. Zijn lichter, is dat lichtblauw of ja, we gaan eens met lichtblauw. We gaan eens proberen met lichtblauw. Ja, dat is wel de kleur van Mario, hè? Ja. Deze. Hier, we zijn bijna klaar. Maar nu ziet dat er zo wat rozeachtig uit bij mij. Ja, maar het is maar gewoon omdat het is niet echt... Ik ga niet heel het gezicht tekenen, dus je kunt gewoon bij mij, je kunt gewoon kijken. Voilà, het is nu Mario. Dat je dat lichaam kunt er niet bij. Nee, dat is niet erg. Nee. Ik kan dat gewoon nog wat. Het is helemaal niet erg, maar gewoon een klein beetje meer kleur. Hè? Zo, voilà. Een klein beetje kleur. Het is helemaal niet erg. En dan kunnen we dat zwit laten zien aan jullie. Ja, mij zie je nu al een beetje. Hè? Oh, laat je goed, man. Ik ga nog even een korte uitleg doen. We doen vandaag de tekenchallenge en met Peter en Eline. En vandaag was dat onderwerp de Mario. Mario, dit is mijn... ja, ik kan, ah ja, ik kan eronder met een naam zetten. Hè? Ik schrijf gewoon Peter. Peter. Dan schrijf eronder dan uw naam, dan weten we direct. En dan laten we die zien aan de kijkertjes thuis. Klaar. Ja, ik heb deze in een hoek niet helemaal kunnen doen. En dan is het aan jullie de bedoeling. Ja, een beetje zo. Wat eigenlijk de mooiste Mario is. Is de Mario van Peter mooi? Of is de Mario van Eline mooi? Wacht, we moeten Eline ook een beetje mooi in beeld krijgen. Zo. Mario. Dubbele kin. Ja. Dubbele kin, Bela. Kijk, Peter. Een beetje alle twee in beeld, zo. En we gaan per video. Dus dit is dan gemakkelijk en dan de volgende. Ja, we gaan ze altijd moeilijker, moeilijker, moeilijker. Het kan zijn dat het wel ooit eens mislukt, natuurlijk. Hè. Vandaag vind ik het toch wel een beetje mooi gelukt. Hè. Dus voor nu is het ook gelukt. Ja, en mij ook een beetje gelukt. Maar natuurlijk, jullie thuis kunnen natuurlijk stemmen op ofwel Peter ofwel Eline. Laat dan gewoon een. Schrijf gewoon de namen achter jullie reacties, dan weten wij direct. Maar dat is of toch gewoon een likeje of een duimpje omhoog. Hè? Zo, dat is altijd leuk natuurlijk voor ons. Zo. Ah, oei, we zijn er weer. Ja.
Hallo. Die camera. Oh, mijn camera. Die heeft ook veel afgezien, denk ik. Die camera. Hallo, mensen. Zien jullie ons? Hallo, zien jullie ons? Hallo. Nee. Ja. Echt een beetje meer naar boven doen. Nee, de camera moet gewoon wel echt op. Ja. Dat is de camera weer. Ziek geworden, de cameraman. Hallo. Hij is een beetje slap. Nee, we gaan het zo doen. Ja. Gast. Jullie zien ons nu, hè? Ja. Oh. It's me, Mario. Dus, hallo allemaal. Oh. Welkom bij de challenge, de teken challenge tussen Peter 1 en Eileen. We laten nog alle twee eens de tekeningen zien. Dat is die van papa en dat is die van mij. Als je dit een leuke video vond, doe dan een reactie, doe dan een like naar boven. Een like! Een likeje. Likey, pikey. Abonneer je zeker op ons kanaal, dan weet je de volgende keer dat je weer moet kijken naar ons, uiteraard. Zo. En dan zeggen wij altijd... Dag. 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 Dag, dag. Dag met de zachte D. Dag met de zachte G. Dag. 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 Dag, dag. Tada. Dag, salut, hè. Dikke graphics. Zombie apocalypse.